boskapenschap. Moet die toch een stuk ouder vinden, hè? Ja. Kom dat niet zo waar, denk ik. Hij brandt. Brandt hij? Ja, mooi. Waarom is die tent hier zo? Vind je mooi, papa? Tent? Thank you.
zeg, ach, Maret. Fantastisch. Hallo. Dank u. 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 Dank u.
Kijk nou, kom eens op. Gebruik de kaart, Potter. Maakt niks uit. Oh. Heb je een auto? Kijk eens even. Ik ken het nog. Hij doet zich een auto. Hello.
Thank you.
hun kinderen en kleinkinderen, hun directe familieleden en allen die zij hier uitgenodigd hebben om hun feest te gaan beginnen met een Eucharistieviering. En omdat Gommert toevallig nog wel boven de 60 is, hebben ze ook de leden van het koor, die waarvan de meeste boven de 60 zijn, uitgenodigd om hiervan bij de liederen te zingen. En hun openingslied zullen we nu naar luisteren. Misschien had geslacht en tegen je eigen familie, zoons en aanverwante familieleden had gezegd: kom maar naar het slot en daar gaan we die gans opeten. Dan hadden al die anderen gezegd: nou, kunnen ze niet iets doen? En zo heb ik gedacht: we gaan vandaag feest vieren. En ik vind terecht, niet alleen omdat u daar zelf zin in hebt, doe zelf wat je zelf graag wilt. Maar bovendien is het zo dat, nou niet alleen Gommert met tante Jo erbij, maar je kan niet praten over Gommert zonder tante Jo. Dat bij elke bruiloft in de kerk, op de receptie hier, die twee altijd aanwezig zijn. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar het is ook zo dat bij elke begrafenis die twee aanwezig zijn. Dat is al zo lang als ik hier ben, bijna 9 jaar. God weet hoeveel andere families zij getroost hebben door hun aanwezigheid, opgevrolijkt hebben door niet zomaar een bloemetje weg te geven of maar een papiertje. Nee, zij hebben andere mensen zien staan. Ze zijn misschien wel jammer genoeg voor kinderen, misschien ook niet, misschien zeggen die kinderen wel, doe maar wat je wil. Maar niet zo geweest dat ze zeggen, nou we hebben wel wat, maar we houden het voor onszelf.
Ze zijn vrijgevig. En waarom ik in die eerste lezing gekozen heb, kom, dat is omdat 80 jaar lijkt heel veel. Het is zelfs de leeftijd van de allersterkste, zo staat er in de Bijbel. Maar Mozes werd er 120. Die werd er 120. Nou, zou je dat alleen niet kunnen... Je zou het alleen niet kunnen volbrengen, die 120. Maar er is nog iemand anders jarig vandaag, ook in de blogging. En die heeft dan uitgerekend dat jullie samen wel bijna 120 zijn. Dus je moet niet te hard lopen, je moet gewoon doorgaan. En ik denk ook dat je oud kunt worden, vooral als je een vrouw hebt zoals tante Jo. Want ze houdt je bezig. Constantine. Oh. Constant zie je dat oranje wagentje heen en weer gaan, dan moet er weer een pakje gewacht worden naar die. En Pommert denkt, dan moet je daar naartoe gaan. En Pommert moet me dat nog doen. Nou, als je zo'n vrouw hebt, dan kan je alleen maar blij mee zijn, want die houdt je bezig. Ja. Wat wensen wij jou vandaag? Veel of vele jaren, maar vooral in goede gezondheid. Niet iedereen wordt 80, maar er zijn er vele die na hun 80ste nog volop bezig zijn. En dat kan je alleen maar als je goed gezond blijft. Dat wens ik u zelf, maar ook denk namens vele Borgianen. Maar ook wil ik u vandaag, als je nou toch zo ontzettend in de bloemetjes en in de flessen wordt gezet, dan kan je ook oud van worden trouwens. Dan wil ik u ook hartelijk bedanken voor al het goede wat jullie om je heen doet. Niet alleen voor je eigen kinderen, niet alleen het wel en wee van die kleinkinderen, maar de grote familie die jullie nu onderhand gesticht hebben hier in de blog in Levenstraat. En daarom nogmaals, doe wat je wilt en de mensen kletsen toch. Maar Mozes zei wat anders. Die zei, de Heer gaat voor u uit. Hij zal met u zijn. Hij geeft u niet prijs. Hij laat u niet in de steek. Wees dus niet bang. En zolang je tante Jo hebt, hoeft u ook niet bang te zijn. Voor Michel. Dank u wel. We gaan nu het album. Gezondheid en geef ons nog jaren van veel geluk aan.
nog even de zegen geven over dit jonge echtpaar. Mogen de God van uw eigen vader en moeder, de God van uw kinderen en de God van uw kleinkinderen u zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die lieve meisjes die die boekjes uitgedeeld hebben, willen jullie ook weer zo lief zijn om ze op te halen. Ik wens je heel veel plezier vandaag. Zal ik nog even rondgaan?
van de week of niet?